vorm van een sprookjesmixlegenda. Volgens u een onbestaand sprookjespeler, waarin een liefdescène op een onconventionele, om naar een chique woord te gebruiken, locatie zal plaatsvinden. Mag ik dan eerst voor Pepijn een sprookjesfiguur, een archetype, zoals een troon, een prinses? Dankjewel. Leven kan delen. Want een drakenpartner vinden is zo gemakkelijk nog niet, kan ik je vertellen. Soms verbrand je minnaressen, eet je minnaars op en nooit, nooit is er iemand die de liefde, de vurige liefde, de passie van een draak. Hier zoekt iemand liefde. Ik zag een rook komen omdat je zin vorm van mijn hart. En jij bent? Nee, van de liefde. Van de liefde. Van de liefde, maak me niet gek. Ik heb zo vaak liefde gewenst. Waar het nooit, chique. Of ben jij anders? Die niet bang is voor mij. Meer wil ik niet. Iemand die ik kan liefhebben. Van vleugel tot vleugel. Ik ga het overleg. Ik ben terug over 3 dagen. Ik wacht je komst. Mijn opraad. Niemand gekomen. Hallo.
heeft ons uitgezonden hier. En we moeten jou gaan helpen. Ja. Dus? Maar ja, met zo'n... Ja, sorry, maar met zo'n uiterlijk. Wij hadden een heel goed idee. Maar, dan moet je wel wat doen. Zeg, ik doe alles. Nou, zeg het. Nou, je weet dat jij zo'n puur geademd hebt. En vooral tweeën, die houden van barbecues. Ja. Barbecues. Dus wij hadden... Ik hoop dat iemand is die mij kan helpen. Ja. Om de liefde te vinden. Om de liefde te vinden. Ik kom twee naar me terug en dan kan jij die barbecue aansteken. Hoppa. Inderdaad. Op in de hoofd. Hoppa. Ja. Hoppa. 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 Pure liefde. Ik hoop dat er iemand komt ja. Die mij liefde kan brengen. Kan helpen. Steek hem aan, de barbecue. Top. Hallo. Ja, ik wil in 20 seconden laten zien hoe je een vuurige liefde vindt. Ja. Tadaa. Pas op. Vuurige barbecue. Ben jij mijn liefde? Lijkt me wel. Een draak. Eindelijk een draak. Met een barbecue. Oh, hier heb ik altijd van gedroomd. Wat vind jij mij aan? Zo'n vurige draak, ja. Vlieg dan met mij mee. De eeuwigheid.